Op 31 mei werd in de Noorderkerk aan het Kleine Noord de maquette Horen anno 1650 officieel gepresenteerd aan het publiek. Die dag stond verder geheel in het teken van de middeleeuwen. Hier ziet u bijvoorbeeld diverse mensen gekleed naar het modebeeld van zo'n 300 tot 400 jaar geleden. Het begon allemaal met een optocht in middeleeuwse kledij met middeleeuwse mensen. Helemaal op de middeleeuwen gezag, de trompet afkort, de bierkana. Er liepen veel mensen mee. De schout, de musketiers en de burgemeester. Ze waren natuurlijk niet de enige die meeliepen. Hier de kwakzalver. Verder waren er nog scheepsjongens, een zeekaptein, een zeeman en een vrouw, kinderen. Leerlingen van de muziekschool, een schout bij nacht, vissers. Er was een heksenwagen. Het is niet deze wagen, maar een andere. Die zult u straks nog zien. Er waren bloemenvrouwen, vrouwen, een molenaar, een molenvrouw, tuinman en zijn wijf. Kortom, de middeleeuwen. Optimaal. En hier de Westfriese dansgroep. Die zult u straks ook nog terugzien. En wat hier gebeurt, was in de middeleeuwen waarschijnlijk een heel gewone gebeurtenis. Hier wordt voor de duidelijkheid een heks opgepakt en straks naar de wagen gebracht om gewogen te worden. En als zij te licht bevonden wordt, dan zal zij onherroepelijk worden verbrand. Hoewel de heks veel tegenstanders onder de middeleeuwse bevolking heeft, zijn er ook vriendinnen die haar proberen te redden. En de vraag is nog altijd, is het wel een heks? Is ze wel te licht? Hier op het Grote Oost zien we de stoet met de heks aankomen. De stoet is samengesteld uit diverse verenigingsgroepen, particulieren uit het Hoornse leven. Zij is te licht. Nou, dat mag duidelijk zijn voor alle toeschouwers daar op de Kaasmarkt. En al die toeschouwers zouden uiteindelijk ook richting de Noorderkerk gaan, waar de heks verbrand zou worden. Toen ze eenmaal wist dat ze te licht was, stribbelde ze nog meer tegen. En ze blijft volhouden dat ze onschuldig is. Wie moet je geloven? De weegschaal of de heks? Hier zien we op de gauw de optocht nog eens langskomen met de diverse belangrijke en minder belangrijke figuren. De man die je hier ziet, ik weet niet wat het is, maar hij ziet er in ieder geval heel belangrijk uit. En daarna nogmaals de kwakzalver, die je straks ook nog terug zullen zien. En hier, misschien zijn het wel de scheepsjongens, ik weet het niet precies. Een nar, een gek gebaar uit de middeleeuwen en daarachteraan, als ik het goed zie, ja, de heks
sprint nog steeds. Woenen de mensen erachter. De pest was in de middeleeuwen ook geen onbekend verschijnsel. En daarom ontbraken zij ook niet in deze optocht. Zij strompelen voort richting de Noorderkerk. Met daarachter de lakeien die de hele optocht afsloten. Ontzettend veel mensen waren in ieder geval op de been op de gedempte turfhaven, waar ze weldra de afslag Veemarkt naar de Noorderkerk zullen nemen. Hier ziet u wat middeleeuwers tussen de grote mensenmenigte doorlopen. En hier is het dan, de heks. En een bekende, belangrijke man probeert nog om een eerlijk rechtspraak te vragen. Onze burgervader! Zij moet een eerlijk proces krijgen. Kom nou. Dat proces is reeds geweest. Dat proces is gewoon aan het licht. Wij hebben haar gelogen en zij is te licht bevonden. Ik kan niet voorstellen. Kom. Wij moeten even hier door. Nou, het begint erop te lijken dat het vonnis echt zal geschieden, dat de heks verbrand wordt. En hoe dat eruit gaat zien, zien we straks. Ik hoef het niet gedaan! U kunt dit niet meer ontlopen! Nee! Omdat zij nu overbranden in onze vrije van de Vika-kracht. Laat het branden!